En welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. De kerstdagen zijn gepasseerd en dan neem ik zoals elk jaar graag weer mijn wat ik kreeg voor kerstvideo op. Ik weet eigenlijk dat ik altijd best wel benieuwd naar zijn om te zien wat ik kreeg voor kerst. En ik moet toegeven dat ik dat ook wel heel leuk vind om daar bij andere mensen naar te kijken. Het is een beetje binnenkijken. Ik heb dit jaar weer superveel mooie cadeautjes gekregen die ik aan jullie wil gaan laten zien. En zoals altijd weer eventjes een disclaimer. Ik weet dat het niet voor iedereen nodig is, maar toch vind ik het fijn om hem erbij te zetten. Ik wil echt niet opscheppen met wat ik gekregen heb voor kerst. Dit is onze manier van kerstvieren. We hebben geen grote familie aan wie dat wij allemaal cadeautjes moeten geven. Wij geven enkel aan het gezin. En daarbij maakt dat wij dan ook wel lekker losgaan voor elkaar. Ook verjaardagen en zo doen we niks groots mee. Bij ons kerst is echt gewoon hetgeen waar we graag mee uitpakken. Dus dat is gewoon gezellig en dat is onze manier van kerstvieren. Dus laten we dan maar snel beginnen. Ik begin met het eerste cadeautje dat ik gekregen heb. En dat is van mijn vader. Mijn vader en mijn moeder zijn samen hier kerst komen vieren in ons nieuwe huis. We hebben hier voor de eerste keer kerst gevierd. Dat was echt mega gezellig. Dus ja. Ik was eigenlijk al een hele tijd geleden online voorraadpotten beginnen researchen. En toen ben ik uitgekomen bij een merk genaamd OXO. Dat is eigenlijk een Amerikaans merk. Onder andere ook Khloe Kardashian gebruikt. En vond ik echt super cool eruit zien. En ik wil daar graag heel mijn pantry mee vullen met al die voorraaddozen. Dus het is best wel moeilijk om ze hier te krijgen, aangezien ze redelijk... Ja, ze zijn wel redelijk geprijsd in Amerika, maar ten opzichte van wat je er hiervoor betaalt, is dat dan weer peanuts natuurlijk. Maar ik heb alleszins al de eerste gedeelte van mijn collectie gekregen. Dit is ook zo'n Good Grip. En het principe ervan is eigenlijk dat je deksel met een zeg maar, soort drukknop opent. En dan als je hem weer toe wilt doen, maak je hem ook luchtdicht. En dan sluit je het af en dan gaat die deksel er ook niet meer afvallen. Dus ik heb een lekkere grote gekregen die ik ga opvullen. Ik heb ook een heel leuk idee om daar labels op te maken. Ik heb ook speciaal doorzichtig papier gekocht dat je met een printer labels mee kan afprinten. En die wil ik daar dan op gaan zetten. Maar zoals je kan zien op de zijkant, er zijn echt mega veel varianten. Je hebt grote, kleine, ronde. Maar ik wil echt wel gaan verder bouwen aan de vierkante variant. En dat ik hier gewoon lekker mijn pantry mee vol kan zetten. Ik vind dat er echt heel netjes uitzien. En het is ook duidelijk dan wat je hebt staan. En je ziet dan gelijk door de verpakking, want ze zijn eigenlijk doorschijnend. Ze zijn eigenlijk doorzichtig. En je kan dan gelijk zien wat je in je pantry hebt staan. En ja, dat vind ik toch wel iets gemakkelijker. En op den duur denk ik ook gewoon zuiniger, want je blijft die dingen dubbel kopen. Als jullie mijn gezellige kerstbabbel hebben gezien van Vlogmas, dan hadden jullie gezien dat ik graag een Kate Spade agenda wilde voor 2018. Echt een super mooie agenda van Kate Spade. Hij is in A5 formaat. En hij is echt mega luxe. Je hebt verschillende covers, maar mijn voorkeur ging naar deze. Je hebt met bloemetjes, maar je hebt ook allemaal heel andere leuke dingen. Het is echt een kartonnen voorkant en hij opent met een ringbinding van binnen. Nu, het is eigenlijk een agenda voor anderhalf jaar, dus ik heb eigenlijk al een half jaar gemist. Hij begint vanaf september 2017 tot december 2018, dus ik kan er wel echt nog perfect deze maand december mee uit en dan het hele jaar 2018. En eigenlijk elke begin van de maand staat er een leuk tekstje. De maanden zijn ook heel gemakkelijk aangeduid, dus je kan echt heel gemakkelijk doorflippen naar andere maanden. En de week ziet er zo uit. Dus je hebt één week op twee pagina's, met elke keer wel genoeg ruimte voor mij alleszins om alles op te schrijven. Ik vind ook de kwaliteit van het papier is echt mega goed. Het is echt heel dik en mooi papier. En wat het leuke daaraan is, is dat je in de voorkant krijg je ook nog een heel blad. Met allemaal leuke stickers, met gouden stickers. Dus je hebt party, meeting, workout, vacation, play hooky, date night, wedding cocktails. Allee, je hebt echt van alles en nog wat. Dus daar ben ik al sinds mega blij mee. En ik denk dat ik dat een soort staple ga houden in mijn kerstcadeautjes wishlist. Een agenda voor het volgende jaar. Misschien wel deze. Oeh, mijn pen valt op. Valt naar beneden. Maar ja, deze. Vorig jaar kreeg ik van mijn moeder een aantal stukken uit het Villeroy en Bos kerstservies. En zij is dit jaar teruggegaan en ze hebben nog steeds dezelfde collectie, want ik denk dat ze die wel een paar jaar houden. En daar heeft ze dan weer een aantal stuks voor mij van gekocht, eigenlijk voornamelijk ontbijtstuks. Ik heb 6 ontbijtbordjes, of alles niet kleine bordjes, je kan ook gewoon vooral, ze hebben daar ook de grote borden van, ik noem dit dan maar even ontbijtbordjes. De 6 kleine bordjes van gekregen en echt gewoon, ja, ik vind het echt mega schattig met hulst om de zijkant en dan kerstkoekjes en allemaal ja, snoep en echt gewoon ja, heel heel tof.
En daarbij heeft ze ook één koffiekopje gekocht. Dus ik had vorig jaar een langwerpig plateau gekregen samen met eigenlijk twee grote lage koppen. En dit jaar heb ik één koffiekopje met een schoteltje gekregen. En ik denk, ja, als er dan iemand koffie wil drinken of zo, dan kan ik die ook hebben. En zo spaar ik kleine beetjes aan het kerstservies. En dat vind ik zelf heel tof, aangezien ik wil houden van dat soort prularia. Wat jullie ook hebben kunnen zien in Vlogmas is dat wij in februari twee kittens verwachten. Wij verwachten twee Britse korthaarkittens die we hebben geadopteerd. We hebben ze nog niet geadopteerd, maar we hebben wel, zeg maar, geadopteerd. En zij komen begin februari. Dus daarvoor heeft mijn moeder ons een supercoole krabpaal cadeau gedaan. Aangezien de kittens de eerste 6 maanden toch wel goed gaan binnenblijven. We gaan ze waarschijnlijk daarna wel naar buiten laten overdag. We gaan even kijken hoe we dat gaan doen. Dus voor de eerste zoveel tijd hebben we dus wel een krabpaal nodig. En een plek waar dat ze lekker kunnen gaan chillen. Dus ze heeft ons echt een heel mooie krabpaal cadeau gedaan. Waarin dat het huisje eigenlijk niet op de grond staat. Dat is eigenlijk iets waar ze speciaal op gelet had. Heel veel krabpalen beginnen met een huisje op de grond. Maar dat is eigenlijk iets waar een kat niet zo heel snel ingaat, naar het schijnt. Dus als je huisje iets hoger ligt, zouden ze daar wel sneller inkruipen of meer op gaan liggen. En we hebben al een hele leuke plek uitgezocht voor het raam. En we hebben, zeg maar, bij ons raam een soort convectoren. Dat zijn verwarmingselementen die in de grond zitten. Dus als we die nu daar netjes bij gaan zetten, bij het raam, dan kunnen ze lekker naar buiten kijken. Maar dan hebben we ook lekker de warmte van de verwarming. Dus dat vond ik echt een heel tof cadeau. Aangezien, we die katjes verwachten. En we kijken daar echt mega hard naar uit. Dan kreeg ik ook nog twee boeken. Oh, ze zijn echt een loodzwaar. Van mijn vader kreeg ik als eerste het Belgisch bakboek. En aangezien dat ik heel graag bak, is hij op zoek gegaan naar een soort lokaal Belgisch bakboek. Het leuke hieraan is dat er eigenlijk in het begin heel veel basics staan. Maar ook gewoon stukjes geschiedenis, hoe dingen zijn gekomen. Dus het is ook wel echt een bakboek, een kookboek waar je lekker in kan lezen ook. Er staan echt wel verhalen en teksten in en zo. En dan eigenlijk alle Belgische patisserie staples. Dus ook koffiekoeken. Ik zie hier Antwerpse handjes, Gentse bolussen. Ik bedoel, alles zit erin. En dat vind ik super leuk om eens wat meer typisch Belgisch te kunnen gaan bakken. Ik was al een tijdje op zoek of aan het googelen een beetje naar zo wat koffietafelboeken. Dus echt zo die mooie boeken die je leest in stukjes, maar die je ook gewoon mooi als deco kan neerzetten. Maar die zijn best wel redelijk prijzig. Ik bedoel, voor een boek om zomaar €50 neer te leggen, dat vind ik een beetje moeilijk. Maar voor kerst heeft Zoe heel leuk bedacht om mij een koffietafelboek onder de kerstboom te leggen. En hij heeft er eentje gevonden van Louis Vuitton. En het leuke hieraan is dat er echt heel veel geschiedenis in staat. Dus zoals je kan zien, is het echt, echt een mega groot en dik boek. Maar de foto's en alles is zo mooi. En ze hebben eigenlijk de volledige geschiedenis van Louis Vuitton erin gezet. En dan ook hoe bepaalde dingen bedacht zijn. Bekende fotoshoots, bekende stukken, hoe ze zijn begonnen met de hutkoffers en zo. Zoals je kan zien hier, oude reclameposters en zo. Dus echt gewoon een super mooi boek. Nu, alleen de koffietafel nog. Het boek heb ik al, de koffietafel hebben we nog niet. Want ik heb nog niet echt mijn zin gevonden. Maar daar ben ik echt heel, heel blij mee. En dat is ook echt gewoon iets, echt super mooi om neer te leggen, zoiets. Dan heb ik nog twee heel mooie en heel onverwachte cadeautjes. Van Zoe kreeg ik dit zakje. En daar staat op Tory Burch. Tory Burch is ook een Amerikaans merk dat vooral bekend staat om zijn laarzen. Het is echt gewoon een super mooie zwarte tas, ook met stiksels hier vooraan. En je kan hem eigenlijk gewoon zo dragen om een lang hengsel te hebben. Maar je kan het er ook gewoon door trekken om, zeg maar, een kort hengsel te hebben en meer tegen je lichaam. En tegen echt onder je schouder, onder je oksel te dragen. Iets lager, maar ik ben er echt mega blij mee, want hij was helemaal in de stress of ik hem dan mooi zou vinden. Tuurlijk vind ik hem mooi. Ik heb nog geen zwarte tas van deze maat, dus ik ben er echt enorm blij mee. En dan als laatste lag er dit kleine zakje onder de boom. Echt, wauw, totaal niet verwacht. Natuurlijk in het zakje een mooi doosje. Dit heb ik trouwens van mijn vader gekregen. En in het doosje zit een supermooie sleutelhanger van Louis Vuitton. Een soort leren bandje, bedrukt met het typische logo. En hier vooraan in het zilver staat er LV met lijntjes. En dan de sleutelhanger en dan staat er hier ook nog eens Louis Vuitton. Dus echt super cool. Hij past eigenlijk echt perfect bij mijn auto. Ik heb een donkerbruine auto, dus hij past er perfect bij. Dus dat wordt mijn auto sleutelhanger. Aangezien ik er niet van hou van aan mijn autosleutelhanger mijn huissleutels te hangen, aangezien dat dan de hele tijd tegen het dashboard zit
te klinken. En dan ben ik altijd bang dat ik crashes ga krijgen en zo. Dus daar heb ik geen zin in, maar het is echt wauw. Ik ben weer echt gigantisch verwend dit jaar. Ik ben echt super blij met al mijn cadeautjes. Laat me ook zeker weten wat jullie allemaal gekregen hebben voor deze kerst. Hadden jullie een top cadeau of stond er echt iets op jullie wishlist dat jullie onder de bomen gekregen hebben? Ik ben mega benieuwd naar. Laat het zeker achter bij de comments. Ik wens jullie nog allemaal een heel fijn einde jaar en een prachtig 2018. En dan zie ik jullie in de vlogs terug.